Zandvoort Sport nabeschouwing. Ja, want zo hadden we de gewonnen trainer aan de lijn. Nu de verliezende trainer, Hendrik Zwenselman. Goedemiddag. Goedemiddag, Bert. Jij speelde met jouw team de derby van de Oude Molen. En het werd 2-1 voor de ontvangers van Badmen van ABS. Hoe kijk jij terug naar deze wedstrijd, Hendrik? Nou, ik denk voor Lettelen Badmen bestaat natuurlijk wel een speciaal wedstrijdje. Mm-hmm. En als ik dan kijk hoe de wedstrijd gespeeld is, dan denk ik dat ABS de bal mocht hebben. En ja, wij stonden denk ik uitstekend op het veld. Goede instelling, complimenten aan alle jongens. Uiteindelijk gaan we 2-1 het veld af. Ja, zijn we wel meer mogelijkheden en kansen gehad. En zeker ook wel bij 1-0 en bij 2-1. Maar ja, zolang hij er niet valt, hè, kan hij alles bij de kant opvallen. Zeker. Ja, helaas. We zaten er dichtbij vandaag. Ja, want hoe stond jij team, zeg maar, of jouw team? Hè? Je hebt een hele jonge ploeg. Hè? Hoe stond jouw team tegen ABS? Zeg maar, meer vanuit een verdedigende stelling? Of ging je gewoon vol op de aanval? Nee, we stonden echt goed in een goede verdedigende organisatie. Dus we hadden het organisatorisch goed voor elkaar. En voorin missen we wat duelkracht. En lopen kunnen ze wel. Dus ze hebben stinkende weg gedaan. Ja, ja, want verdedigend stonden we goed. We stonden wat lager. Ja. In plaats van heel naïef op de middenlijn staande verdediger. Ja. Daar hebben we niet zo sterk in. Nee, ik kan me voorstellen. Maar goed, nog niet. Als trainer kun je natuurlijk niet wachten tot jouw eerste punten gaan binnenvallen. Hey, je hebt nu nog geen punten. Is dat iets wat ook een dingetje is? Of stap je daar gewoon met jouw team wat makkelijker overheen? Van nou, jongens, we doen ons best. Meer kunnen we niet doen. En we gaan echt wel zien wanneer die eerste punten gaan komen. Ja, ik denk dat is dus de manier hoe wij er tegenaan kijken. Kijk, de aantal goals die we tegenkrijgen was steeds minder. We hebben vandaag onze eigen score verdubbeld van 1 naar 2. Mm-hmm. En ja, we geven ook minder weg. Dus wat dat betreft denk ik dat de eerste overwinning, ik hoop, dit jaar nog een feit kan worden. Ja, dat is natuurlijk, we hebben nog veel wedstrijden te spelen, maar dat wacht het af. Ja, dat moet je natuurlijk altijd afwachten. Ja. Hey, tussentijds kreeg jij wel het signaal vanuit het bestuur van vertrouwen dat letterlijk graag met jou door wilt. Hoe gaan dat soort gesprekken dan? Nou ja, standaard. Hè. Dus je gaat altijd eerst spelers in gesprek met bestuur en technische commissie. En dan wordt gevraagd, wat wil je zelf als trainer? Nou, ik moet zeggen, Lutleven is een mooi club. Mm-hmm. Echt een dorpsclub. We hebben natuurlijk de laatste 2 jaar zijn ongeveer 10 spelers gestopt. Dat kun je eigenlijk niet meteen opvangen met de jeugd die staat. We hebben echt een supergroep met super enthousiaste jongens. Mm-hmm. Dat zeg ik wel vaker. We hebben op training zo'n beetje 18 tot 20 spelers iedere week. En je ziet het niveau groeien. Want ja, de resultaten zijn nog niet zo duidelijk. Dan denk ik, we pakken de punten. Maar het heeft ook te maken met de kwaliteit tegenover ons. Ja, nee, maar goed. Maar het is natuurlijk wel fijn dat je wel ondanks de stand, zeg maar, die support krijgt. Zowel van de groep als van het bestuur. Ja, absoluut. Zeker. Ja, je kunt ook zeggen, van, we verliezen en pakken we een andere trainer. Die zal het wel beter doen volgend jaar. Oh, maar nee, goed, ja. Maar kijk, het verschilt denk ik ook heel erg per mens. Een collega had kunnen zeggen van nou, het is niet van mij wat ik ervan verwacht had. Ik gooi zelf de handdoek, maar volgens mij zit jij zo niet in elkaar. Nee, kijk, ik weet waar ik aan begonnen ben. Ik weet dat er gewoon mensen gestopt zijn hè, de laatste 2 jaar. En dat dit jaar een zwaar jaar werd. En zeker nu we richting Twente zitten. Dat is denk ik het niveauverschil voor ons te groot. En dan moet je ook weten waar je goed in bent. En in ieder geval plezier houden en iedereen gemotiveerd houden en iedereen ook er gewoon bij houden als trainer. Mm-hmm. En volgens mij kan ik dat heel goed. Nou, dat denk ik ook wel, Hendrik. Volgende week, dan speel jij tegen? Thuis tegen Haarlem. Thuis tegen Haarlem. Ik zou bijna zeggen, altijd lastig, maar goed, het is Haarlem. Alle wedstrijden zijn lastig, hè? Het is allemaal lastig, maar Haarlem speelt toch altijd wel mee, zeg maar, om promotie. Het is een ambitieuze club, zeg maar. Ja. Zeker. In ieder geval kijken of inderdaad de eerste punten dit jaar gehaald kunnen worden in die maand december. En anders zullen we moeten wachten tot 2024. Ja, dan worden niet eerder als thuis in Saasveldi op 12 januari. Ja, nou ja, goed, weet je, dat maakt er ook niet uit. Ja. Nee, zeker niet. Het gaat er vooral om dat jouw team gewoon lekker blijft voetballen. Dat lijkt soms best lastig, maar het kan ook best zijn dat je zegt van nou jongens, wij willen niet onder druk gaan spelen of om de punten. We willen wel eens proberen gewoon iets moois op te bouwen en van week tot week bekijken. Juist, en dat doen we nu ook. En ik denk dat ook
heel verstandig is en niet denken van we moeten dit, we moeten dat. Natuurlijk, je wilt elke wedstrijd winnen. En als wij de boel opengooien, dan gaan we verliezen we alles dik. Nu staan we wat beter geparkeerd, zeg maar. En dan krijgen we ook kansen. En we hebben een paar wapens, corners en ingooien. Nou, de mogelijkheden krijg je altijd. Zo is het. Vanmiddag kwam je op een gegeven moment op gelijke hoogte. Heb je dan ook het idee van jongens, het kon vandaag wel eens zo zijn? Ah, je hoopt het wel, hè, want het leeft natuurlijk wel in Lettelen en Battenberg. Dat is natuurlijk een beetje onscheduled, de derby. En ja, we waren er ook wel dichtbij. Ja. Maar uiteindelijk, ja, de twee met een panel. Ja. Ik kon het niet zien, maar ik denk dat het terecht een panel was. Ja, dan wordt het dan proberen we wat te drukken. Maar ja, dan werd Battenberg of ABS wat gevaarlijk, in ieder geval gevaarlijk in de counter en de omschakeling. Ja. Dus ja, precies. Ja, toen maken ze het niet af. En ze laten het niet afmaken. Kan het alle kanten op gaan. Ja, zo is het. Zo is het. Ja. Nou ja, in ieder geval. Het is wel gewoon fijn dat jouw team gewoon lekker durft te voetballen. Niet in de handbalopstelling voor de goal blijft hangen. Maar gewoon op zoek gaat naar resultaat. En ik denk dat dat het beste is. Dat denk ik ook. Zeker weten. Oké, okay, ja. Henry. Dankjewel voor nu. Ja. En heel veel succes volgende week tegen Haarlem. En we spreken elkaar graag gauw weer. Is goed, Bert. Fijne zondag. Oké, hoi. Oké, hoi.